Daarmee zijn ze binnen een aantal weken zijn ze aan de beurt. En dat betekent dat je in toenemende mate mensen hebt gevaccineerd, of tenminste met één prik hebt gevaccineerd, waardoor ze bescherming hebben om opgenomen te worden in een ziekenhuis. Of tenminste met één prik hebt gevaccineerd, waardoor ze bescherming hebben om opgenomen te worden in een ziekenhuis.